ben net thuis. Ik kom thuis van school. Ik smijt mijn boektas daar, computer aan. Direct beginnen opnemen. Wow! Natte keel is beter om te praten. Dames en heren, ik heb morgen geen huiswerk. Ik heb niks, geen één taak, niks. Dus dat is wel fucking awesome. Voor we aan de video beginnen wil ik een paar korte dingen zeggen tegen jullie. Voor de mensen die niet mee zijn geweest met de laatste 10 jaar van samenleving. Mijn video met mijn papa komt als ik 50.000 abonnees heb. Dus klik allemaal op dat abonneerknopje zo van, yeah, sub. En als ik 50.000 subs heb, ga ik dus iets heel speciaals doen met mijn papa. Ten tweede, normaal ging ik voor de 50.000 subs mijn wenkies afscheren. Of ja, toch zo met een veetplakker ze eraf trekken dat ik geen wenkbrauwen heb. Tot ik zag hoe ik eruit zou zien. Zonder wenkbrauwen. Mijn Photoshop skills zijn misschien niet echt on point, maar ik wil er niet zo uitzien. Nee, nooit. Fuck dat. Ja, nee. Ik ben ook weer fully active op YouTube. Elke dag video's. We gaan knallen. Want YouTube is waarvoor ik wil gaan. Komt allemaal terug. We gaan vette video's knallen. Het wordt echt awesome. Dus doe zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid. En ik zal zeggen, let's fucking do this. Ik zit hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Yo YouTube, ik zit hier met vandaag een nieuwe video. Vandaag hele speciale dag. Hendrik is er ook weer bij. What a beast. Maar we gaan er wel een hele leuke video van maken. Ik zit hier op een random location. En ik ga jullie delen met delen wat ik delen wil met jullie. Wow, ik zit, what are you telling us today? Dames en heren, vandaag de video waar jullie nog nooit op gewacht hebben. Vandaag mijn meest hatelijke momenten op school. Heel YouTube staat vol met dit soort video's. Ja, maar niet op mijn manier. Jullie weten hoe hard ik school haat. En ik moet naar de strafstudie. Dat komt er ook aan. Dat is volgende week of zo. Er is gewoon een video. En alles wat ik doe is kut op school. En ja, let's go. Nummer 1. Ja, nummer 1 dus. Mijn eerste hatelijke shit op school. Dat zijn leerkrachten die les blijven geven. Als de bel al gegaan is. Bel gaat. Les is gedaan. En die leerkracht stopt niet. Die leerkracht blijft lesgeven. Je neemt je boekentas wel. Stiekem, de bel gaat, je neemt je boekentas, je wil zo recht staan. Nathan, zitten! De les is nog niet gedaan! De les is wel gedaan, de bel is net gegaan. De les is De les is gedaan als ik zeg dat het gedaan is. Dan zit je daar, ik ben een leerling, ik heb geen rechten. Wat doe ik hier? Ik kan echt kwaad worden op die leerkrachten. Als de bel gaat, wil ik weg. Als de bel gaat, wil ik dat ene minuutje pauze, dat ik door de gang aan het lopen ben, dat ene minuutje van rust in de gang, zonder leerkracht. Gewoon chill. Door de gang. Geen bullshit. Maar nee. Nee. Nummer 2. Wow. Leerkrachten die op maandagochtend het eerste lesuur direct les beginnen te geven. Iedereen, heel de klas, zit daar op deze manier. Iedereen is nog half aan het slapen. Iedereen zit nog in die weekend feeling. En die leerkracht komt binnen in de klas. Mannekes, kolomkracht. Mannekes, kolomkracht, eerste oefening. Wat weten we weer over de stelling van de virte? En die verwachten ook dat ik nog alles onthoud van de week ervoor. Ik hou van leerkrachten die eens kort herhalen wat ze verteld hebben in de vorige les. Maar sommige leerkrachten die beginnen direct aan een nieuw hoofdstuk elke uur. Dat is niet te doen. Nummer 3 is misschien iets kut, maar ik heb er echt rot, scheid, hekel aan. Dat zijn leerkrachten die hun blaadjes niet perforeren. Dat zijn leerkrachten die hun blaadjes geven zonder dat er gaatjes in zitten. Kijk, er is mijn cursus van wetenschappen, dus fysica, chemie, biologie. Waarom zou je blaadjes geven zonder gaatjes in? Die leerkrachten hebben dan ook geen perforator in hun lokaal staan. Echt wow, dan die blaadjes zitten tussen mijn map. Op de een of andere manier verlies ik die altijd. Echt wow. Nee, perforeer dat gewoon. Doe dat gewoon. Dat is wel het minste wat je kan doen. Je geeft ons gewoon een geschenk van de duivel. En er zitten dan niet eens gaatjes in. Ja, maar dit is toch wel voor mij het over de top gaan van het limiet. Als strafstudie hier zit, zit wat die leerkrachten doen echt hier bij mij. Maar echt, nee, ergens daar boven. Leerkrachten, die weten dat heel je agenda vol staat met taken. Dan geven ze een fucking herhalingstoets op de volgende dag. Als je dat krijgt, als de leerkracht zegt, morgen maandag herhalingstoetske. Dan weet je dat je geen avond hebt. Dan weet je dat...
Dat heel je planning, ook al heb ik nooit de planning, dat heel je planning helemaal naar de kloten is. En dat je gewoon heel de avond aan het studeren bent. En ik kan daar niks tegen zeggen. Ik ben dan altijd de funny guy die in de klas zegt: ga de democratisch bestemmen. Wie is er tegen de toets van morgen? Dan steekt heel de klas zijn hand in de lucht, behalve de leerkracht. Dan is de typische reactie van de leerkracht op mij: Nathan, uit mijn les, nu! En dan zit ik daar weer zo typisch. Meestal zijn dat de leerkrachten die zeggen dat je buiten school activiteiten moet doen. Maar als zij herhalingstoetsen geven, tegen de volgende dag kan ik niks doen na school. Dan moet ik naar huis gaan en leren. Er is geen andere oplossing. Het leven van een student is harder dan dat je denkt. Het is vreselijk. Ik snap niet waarom je leraar zou worden. Elk kind haat school. En dan kies je als je volwassen bent om het leven te gaan verpesten van andere kinderen. Meer heb ik helemaal niet te zeggen. Weet jullie dat ik echt een scheidhekel heb aan school? En nog één iets. Jongens, als dit ook zo is bij jou, deel dan de video. Zodat deze video misschien ooit in de handen komt van een leerkracht. En dan die leerkracht dan kan inzien van: misschien moet ik ontslag nemen. En dan is alles beter. Let's go! Zeker dan heb je nog als deze video leuk vond. Ik ben echt zitten en ik zal zeggen adios! Bitches. Ja! Hallo! Zo uit.